We hebben de gebieden waar dat we het project willen realiseren bepaald aan de hand van de verschillende kaarten. Historisch, erfgoedkundig, fysieke ontsluiting van plaatsen, stedelijke ontwikkeling, natuurplekken of plekken waar dat de natuur interessant is, die hebben we op elkaar gelegd. Zo zijn we tot verdichtingen gekomen. En die verdichtingen tonen eigenlijk, of zijn we clusters beginnen noemen. Een van die plekken waar dat we zo verschillende kaarten als een lasagne op elkaar hebben gelegd en die Z-Out misschien wel extra smaak aan kan brengen, is Midden Haspengouw. Midden Haspengouw, waar dat zowel een fruitspoor loopt dat de agrarische ontwikkeling van de afgelopen eeuw eigenlijk markeert, als het historisch verleden, de Romeinse weg. Daartussen heb je eigenlijk nog een stuk middeleeuws landschap met de Brugtheuvel, Loon. Dat zijn de inhoudelijke assen en lijnen, de lagen waarop dat we het project PIT, het tentoonstellingsproject PIT, willen presenteren. Kunstenaars die we hebben uitgenodigd zullen een dynamisch Haspengouw laten zien. Een Haspengouw dat een verandering is. Het centrale beeld van de tentoonstelling is een kerk. Is een kerk waar je zo doorheen kan kijken. Een kerk van Gijs van Varenberg. Een collectief van twee kunstenaars. Waar dat ze eigenlijk kiezen om met een soort raster, of een eigenlijk laagjes, een kerk te verbeelden. En het Haspengouws landschap en eigenlijk een dekenaat Borgloon, dat Borgloon en Heers beslaat, staan 23 kerken. En die 23 kerken zijn eigenlijk aan herbestemming toe. Dit jaar, vanaf 2011, staan voor het eerst 3 kerken effectief leeg. De discussie en het debat over de herbestemming van de kerken moet gestart worden. Dat willen we ook centraal stellen in het campagnebeeld. De kerk speelt met de optische illusie van er zijn en niet zijn. Dus als je door het landschap beweegt, is de kerk aanwezig, maar ze verdwijnt ook terug. En het is die ervaring die wel één langs en door het kunstwerk willen meegeven, maar het is langs de andere kant ook de bedoeling om de discussie te starten rond bepaalde items van dat dynamisch landschap in Haspengouw.